De Falcon Heavy is succesvol gelanceerd. Gisteravond heeft Elon Musk met zijn bedrijf SpaceX de krachtigste raket sinds de jaren 70 de ruimte ingestuurd. Aan boord zat de elektrische Tesla-auto van Musk zelf. Die vliegt nu tegen 47.000 km per uur richting Mars. Op de radio speelt het nummer Space Oddity van David Bowie. Uiteindelijk moet de rode sportauto in een baan rond de zon terechtkomen. M&M News.